Hallo, hier ben ik weer, Kees Baas, hoofd van de gezondheidsdienst uh, Trajectum. Ik kom weer even bij jullie terug over corona. Uh, ik vertel jullie natuurlijk geen nieuws dat het uh, allemaal weer uh, behoorlijk uit de hand aan het lopen is uh, landelijk en in heel Europa op het moment. Uh, we hebben nu uh, 22 november als we dit opnemen en uh, ja alles uh, piept en kraakt. Uh, binnen Trajectum is het tot nu toe allemaal tot voor kort heel erg goed gegaan. Dat wil zeggen, weinig mensen ziek, uh, we heel weinig cliënten ziek, geen ziekenhuisopnames, in ieder geval ook geen overlijdens. Net vorige week hebben we een forse uitbraak in de regio Noord. En op dit moment lijkt het erop dat dat te maken heeft met een foute badge sneltesten. Die niet deugden. In overleg met de GGD, in overleg met, uh, met uh, de fabrikant, hebben we afgelopen vrijdag. Uh, alle testen van die badge uh, apart gezet en andere badges aangebroken. En de problemen die we zagen met die oude testen, die zien we nu niet meer. Dus hopelijk hebben we de zaak nu weer onder controle. Het is op dit moment wel zo dat er ook in, uh, in Noord nu op dit moment vijf cliënten besmet zijn en, en een hele groep personeelsleden. Het is echt een drama. Uh, en zoals je weet, ja, het is nu november, we gaan de winter nog pas tegemoet. Uh, dus het wordt echt weer een winter met corona. Uh, daarbij blijft voortdurend de afstand, de hygiëne, de ventilatie, de triage en zo nodige testen, die blijven voorop staan. Je begrijpt dat we de testprotocollen nu even stil hebben gezet. maar ik hoop dat we die deze week uh, weer kunnen starten. Dus in de week van uh, 22 november. En dat we dan, zoals we eerder hebben aangekondigd. zoveel mogelijk door kunnen gaan met alles. wat de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg. Uh, verbetert en belangrijk uh, maakt. Uh, en iets belangrijks om toe te voegen is ook dat er inmiddels een boostervaccinatie is afgesproken voor cliënten in de gehandicapte zorg. Uh, Trajectum doet daarin mee in de eerste golf. En uh, het is te verwachten dat we in de week van 29 november uh, gaan prikken. Uh, dat is natuurlijk nog niet helemaal zeker, maar veel langer zal het niet duren. En dat betekent een extra mate van bescherming van, uh, van onze cliënten. En daarmee ook voor jullie, omdat doorbesmetting dan minder uh, gaat gebeuren. Ook mensen die werken met cliënten in de zorg komen in aanmerking voor een vervroegde boostervaccinatie. Maar dat gaat niet in hetzelfde tempo als voor cliënten. Eerlijk gezegd verwacht ik wel dat dat eind december, begin januari gaat worden, maar dat is nog een beetje koffiedik kijken. Ik verwacht dat wij alweer snel uh, met een update uh, van dit filmpje gaan komen. Uh, op dit moment is dit alles wat ik je kan vertellen. Uh, blijf goed opletten: afstand, hygiëne, ventilatie, triage en testen. En er zijn natuurlijk ook de wekelijkse webinars. Uh, die doen we nu twee keer op donderdag. Maar we zijn aan het zoeken hoe we zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid kunnen stellen om mee te doen. Het is echt voor iedereen. En het is zoveel mogelijk interactief. Je kunt vragen stellen, je kunt commentaar geven. Donderdags van 9 tot 10 en op dit moment van 3 tot 4. Maar op wij Trajectum vind je updates over wanneer we het uh, webinar organiseren. Om uh, ja, nogmaals om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan kunnen haken. Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en blijf goed gezond.